Het was wel 80, jongen. Ja, dat, we moeten dan kijken naar... Naar mij en naar Klaas. Nou, Klaas, dat je mag beleven dat je 80 mag, is toch heel wat. Ik ben ook erg benieuwd hoe je dat doet, daar met je kinderen om je heen. Allemaal. Nou, hè. Mag dat allemaal bij jullie in de tuin? Nou, we horen, als ik, we bellen wel eens, jij belt wel eens of ik bel wel eens. Ja. En als ik bel, is het natuurlijk wel leuk als je zegt... Ja, mijn zus is aan de telefoon. Die wil ik ook wel hebben. Ja. Nou, jullie zijn er maar met z'n tweeën van de familie, hè? Ja, ja. En Ad, hè? Ja. En Ad, ja. Ja. Oom Ad, ja, die bel, oom Ad bellen we ook wel af en toe. Ja. Als Ad iets weet, belt hij ons altijd. Altijd. Ja, altijd. Wat dat betreft is hij... ja, wordt hij altijd veel opener. Ja. Mijn vader, hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben nog maar 90. Oh ja, wat heeft u vanmorgen gedaan? Ik heb vanmorgen heb de scooter weggebracht van de kleine op een scooter. En die moest even wat langzamer lopen. Ja, want die was opgevoerd, hè? Je was bang dat hij door de politie... Hij was niet goed afgesteld. Ja. Ja. Maar goed, dus mijn vader die rijdt gewoon op een opgevoerde snorfiets. Dat is toch niet te geloven? Nou, het is niet te geloven dat papa zo oud is dat hij nou... al die boodschappen kan doen en dat we het samen nog wennen. Ja. Dat vind ik ook heel Ja, nou, doe even de groet aan oom Klaas. Nou, ja, oom Klaas. En dan altijd beter. Het genieten van met Bette en met die kleinkinderen allemaal om je heen. En de kinderen. En wij horen net wel eens hoe het afgelopen is. Doei. Tot ziens. Ja, oom Klaas. Waar zijn we nu? Herkent u het al? Hé, wie zit daar? Oh, daar zit Ad. Dag Klaas. Je wordt toch een oude baas. 80 hey. Jaar, dat is toch eventjes... ik herinner me nog dat ik 80 was. Ik denk, nou ben ik oud. Maar zover ben jij nou ook bijna. Hè? Nou, het is je gegund, jongen. Samen met Betta. Dat zou geweldig zijn. We hebben, ik zeg wij, hebben geweldige herinneringen aan vakanties bij jullie. En ook later... Alleen met Ronald hebben we genoten en ik hoop nog een keer te komen. Maar dat is nu door die coronatoestand is dat misgegaan. Maar als het weer kan, ik zou het erg graag willen. Een draai bij jullie te maken en eens even bij Jopie te kijken natuurlijk. Als dat zou kunnen. Is mijn tijd om? Ja. De groetjes uit Amersfoort. Hallo, oom Klaas. Hallo, oom Klaas. Vanuit Kampen met op de achtergrond de Bovenkerk en de Koornmarktpoort. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Met uw 80ste verjaardag. Wij zijn Peter en Yvonne van Donkelaar en we wonen in Kampen. Groetjes. Ja, Peter is de jongste van Ad en Anneke. Doei. Groetjes, kusjes. Doei. Draaien. Hallo, oom Klaas. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Vanuit het prachtige Nederland willen wij u natuurlijk ook via deze video een hele fijne dag wensen en Godzegen voor het nieuwe jaar. Doeg! Van harte gefeliciteerd. Dag, oom Klaas. Van harte gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag. We wensen u een gezegend nieuw levensjaar vanuit Hoofddorp toe. Ook een groet aan tante Bertha. Van harte gefeliciteerd, oom Klaas. Van harte gefeliciteerd, oom Klaas. Van harte gefeliciteerd. Groetjes uit Hoofddorp. Doei. Doei. Ja, we kunnen toch knippen. Ja, zegt u maar. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Hoera, hoera, hoera. Dag, Vito. Zeg eens. Hoera voor de film. Hoera. Zeg maar. Hoera! Hoera! Ja! Ja, dat komt wel. Okay. En Luc, kom voor papa. Hoi oom Klaas, van harte gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag. We wensen u een hele fijne dag. En God zegen voor de komende jaren. Hey oom Klaas, goed u weer te zien. Vanuit het schitterende Epe wensen Hans en Jannemieke u een hele fijne verjaardag toe. En we bidden u samen met tante Bertha
God zegen toe over het komende levensjaar. Hallo oom Klaas en dag tante Bertha. Dit is het huis van Corina de Vries in Hilversum. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. 80 jaar, wat een hoge leeftijd. U ziet er nog even goed uit als altijd, alsof u 20 bent. Ik hoop dat jullie een ontzettend gezellige dag hebben met de familie. En fantastische leeftijd. Van harte gefeliciteerd. Hallo, ik ben Lisa. Ik ben de dochter van Corina. Ik ben 14 jaar oud en van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik ben Luc, 17 jaar. Gefeliciteerd met je verjaardag. En dan hebben we ook nog Tom, die is 18 jaar, onze grote krullenbol. Maar die komt vandaag niet in beeld. Dus ook alsnog de groeten van Tom, de oudste. Nou, we wensen jullie veel plezier vandaag en ook heel veel plezier met alle filmpjes. Het moet heel erg leuk zijn om ze allemaal te zien. Tot ziens! Oom Klaas, 80 jaar worden is heel bijzonder en daarvoor hebben we deze prachtige bloemen speciaal voor uw verjaardag op onze tafel neergezet. Dank u wel voor de bloemen. We willen u graag feliciteren. Alfred. Ja. Ik zou nog heel even wachten met te beginnen met feliciteren, want ik denk dat oom Klaas misschien niet meteen weet wie wij allemaal zijn. En dan zou zomaar iedereen hem wel kunnen feliciteren. Nou, misschien dat we ons eerst even voorstellen? Nou, we zijn 1998, zijn we daar nog geweest. We hebben daar geslapen. Dat is in 1998. Ja, weet je, waar zijn we nog niet, hè? Nee, dat is ook zo. Nou, vooruit. Om te beginnen, onze oudste, die is in 2004 geboren. Louise. De middelste. Rebecca, 2006 geboren. En Susanna, in 2008. Hi. En dat is Maria, maar die ziet er wel echt precies hetzelfde uit als 1998. En nu mag het wel, hè? Nu mag het. Ja. Oom Klaas, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Piep, piep, piep. Hoera! Lieve oom Klaas, van harte gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag. Wat een leeftijd. Ik heb nog steeds hele goede herinneringen aan mijn tijd in Zuid-Afrika samen met oma en met u. Ik wens u veel zegen. En veel gezondheid toe in het komende levensjaar. En dat wens ik ook namens mijn vader en moeder Johan en Ina. Hele fijne dag. Take 5. Hallo Klaasje. Sorry natuurlijk. Ome Klaas. Van harte gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag. Een hele leeftijd. We willen u ook voor het komende jaar God zegen toewensen. Ja, ome Klaas, we wensen u een hele fijne dag met tante Bertha en alle die u lief en dierbaar zijn. En we doen u de hartelijke groeten vanuit Oostzaan, van ons, Johan en Ina Eilst. Lieve oom Klaas, mag die heer u ook een mooie, mooie 80ste verjaardag geven. Ons hoop dat u ook jullie dag mag genieten, ondanks die grendeltijd. Mooi geluk. Mooi geluk. En ik ben Alette. En ik ben Helene. Nou. Hallo oom Klaas. Van harte gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag. God zegen en een hele fijne verjaardag. En de houdt uit. Groetjes ook van onze kinderen. Fijne dag. Hoi hoi. Maar Matte. Femke. Lieve Femke. En bij Matten. Martinus. En Niels. En van harte gefeliciteerd. Oom Klaas, van harte gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag. Jammer dat we er niet bij kunnen zijn deze keer. Neem jij het over? Hallo oom Klaas, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. God zegen voor het nieuwe jaar.
En een hele mooie, heel mooi nieuwjaar ook. Samen met uw kinderen, kleinkinderen en uw lieve vrouw. En ik geef hem weer door. Baie geluk met uw MC verjaarsdag. Zien jullie binnenkort weer. Gefeliciteerd, oom Klaas. Ik hoop je weer snel te zien. Nou, oom Klaas, gefeliciteerd met uw volgens mij 60ste verjaardag. En ik was de laatste voor het gezin, dus... Oom Klaas, 80 jaar. Ongelooflijk. Van harte gefeliciteerd voor Pieter en Saskia. Lieve pa, vanuit die Kaap uit, baie baie geluk met pa se verjaarsdag. Joh, 80, is een fantastische leeftijd. Ons mis dit om nie by julle te kan wees nie, so ons doen dit maar op hierdie manier. Wat ek onthou van pa is dat pa altijd gesê het, lewe is 'n blommetuin, so van daar die blommetjies op die agtergrond. En 'n nee het jy en 'n ja kan jy kry. So, dit is jammer dat ons nie daar kan wees nie. So vanuit Stellenbosch. Ja, geluk opa, geluk met opa's verjaarsdag. En ek hoop opa kan nog vele snotklap uitdeel. Jongste. Geluk met opa's verjaarsdag, hoop het gaan goed daar met opa en oma. Hoop julle geniet toch dit in die tyd wat sleg is met nie allemaal wat weg is. Dan mag hulle lekker feest vier. So, en van Lily, baie geluk met opa's verjaarsdag. En ons gaan nou so'n bietjie braai. Lief vir julle, bye! Bye! Ja. Opa Klaas, baie geluk met die 80ste verjaarsdag. Ons het ter viering van die verjaarsdag die wonderlijke feestmaal aangerig. Ons het nog wonderlijke nagereg op opa se verjaarsdag. Oh, wat zijn we heden blij. Opa is jarig, opa is jarig. Stop! Dat is Opa Klaas. I like to move it, move it. You like to move it! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Opa. Happy birthday to you. Met pa vier en sy een woord is wat by ons opkom, ons het dankbaarheid, dankbaarheid vir wat pa in ons levens beteken het, ons kinderse levens, elke dag nog, hoe pa ons gevorm het, in die geloof vooral, en dat is ons heen kyk en ons bly vastloop en al opa klaar sit en dit is net een woord wat dit kan beskryf en is dankbaarheid. Baie geluk pa, ons wens pa saam met ma en saam met ons allemaal een mooie dag toe en een baie geseënde jaar en ons het nog een paar gelukwensinge van oor die hele wereld. Gefeliciteerd opa. Dis nie omruid in jou. Veel geluk met opa se verjaarsdag. Happy birthday.
Baie geluk met opa se verjaarsdag. Baie geluk opa, ek wens opa baie lekker dag. Baie geluk met opa se verjaarsdag. Baie geluk pa Klaas, ons hoop is 'n pragtige jaar. Baie geluk pa, geniet die dag, geniet die jaar. Ons dank die Here dat pa so lank vir ons gespaar is en dat dit nog vele jare, dat pa nog vele jare vir ons gespaar mag wees. En ons sluit graag hierdie videoetjie af met die sing van die seënwense. Laat hier die seën op en dal, ek en sy Sion om bestraal, hier wat beveel